Trek hem omhoog, trek hem omhoog. Oh. Welkom bij aflevering 2 van de special van Mika op Missie, waarin wij worden klaargezoomd voor de Vikerrun. Vandaag gaan we de echte survivalbaan op. We worden fysiek uitgedaagd. Auw! En ik overwin mijn angsten. Die eronderheen. Ik ga echt huilen hoor. Nee, dat mag. Ik ben heel erg benieuwd en ik neem jullie mee. Goedemorgen, Mika, Dennis. Mooi dat jullie erbij zijn. Vorige keer, de hindernisbaan, Oorschot, zijn we bezig gaan met touwklimmen. Wat dingen op de hindernisbaan. Vandaag, hier op Schaarsbergen, hebben we de survivalbaan. 6 oktober zijn we ook met z'n achten. Nou, vandaag zijn de anderen er niet. Om wisselende redenen konden ze er niet bij zijn vandaag. Dus we gaan het gewoon met z'n drieën doen. En dan zien we hoe het gaat. Kijk, 1, 2. Yes! Oké, is voldoende. Zit je vast? Ja. We gaan hier een aaphang naar beneden. Eerst ga ik zelf. Daarna ga jij. Komen we terug. Helpen Dennis mee. Nemen de rolstoel mee. En dan gaan we verder, die kant op. Super. Die touwen zijn echt zo niet mijn ding. Hoe ging het? Goed? Goed? Ja? Ja. Goed zo. Hoe ging het met jou? Oh, je zag het. Okay. Ik heb wel een balk aangetikt. Dat scheelt. Dat scheelt. Hey heren. Hoi. Hallo. Hoi. Hey Luc. Ja. Ik hoorde dat jij een speciale band had met Dennis. Ja, wij zaten in hetzelfde voertuig. En in die tijd was ik groepscommandant van een infanteriegroep. Ik heb het er wel veel met hem over gehad. Dat moment heeft ons wel laten inzien dat je nog wel heel veel andere dingen in het leven zijn dan alleen maar militair zijn. Maar wat we ook merkten is dat, dat wij toen wij gewond raakten, dat het lastig was om het zorgstelsel binnen Nederland te begrijpen. Waar heb je dan recht op en waar mag je dan gebruik van maken en wie kun je daarbij helpen? Vanuit die hoedanigheid zijn wij begonnen met, laten wij nou als vereniging er zijn voor de gewonde soldaten. Mensen die dus met letsel, psychisch of ander terugkomen. En net zoals deze projecten en deze initiatieven zijn super, want wij kunnen daarmee vanuit de vereniging individuele en groepen kunnen we daardoor steunen. En dat is echt super. Volgende onderdeel. Go! Niks geen poezelige vingertjes. Gewoon door. Zo. Hey, maar wat is er eigenlijk jouw beweegreden dat we dit aan het doen zijn hier? Mijn beweegreden om dit te gaan doen? Ik wilde mezelf nuttig maken voor anderen. Ben ik helemaal gaan denken, wat kan ik doen om iets toe te voegen? En uiteindelijk wilde ik mijn spieren inzetten voor anderen die dat niet hebben of niet kunnen. En toen moest ik aan Dennis denken. Dennis kan zelf geen hindernisbaan nemen, maar heeft hij vroeger natuurlijk wel gedaan. En ik heb Roy leren kennen in 2008, tijdens onze opkomst voor de AMO in Oorschot. Kwamen aan in een gebouw. Ja, en er was een stoel vrij, ik ging zitten en Roy zat naast mij. En we raakten aan het praat en dat klikte. En toen met een reunie van de eenheid van de uitzending sprak ik Roy. En Roy zei van ja, ik vroeg hoe het gaat met sporten. Hij zei ja, de laatste tijd wat minder, ik mis echt een doel. Toen dacht ik ja, ik zeg Roy, doe mee. Ik dacht vet, ik ga met Dennis gaan doen, we gaan met jou doen, we gaan het samen doen. Weet je wel. Ik heb wat mensen eromheen in het team. Doe mee man, dat is vet. Klasse, Roy. Boven liggen nog iets meer van de lijn af. Zo ja. Klasse Roy, lekker. Rustig aan. Eén been echt laten hangen. Even die controle weer. Mijn enkel is gebroken, mijn bek is gebroken, mijn heup is gebroken. Mijn rug, ribben, mijn arm. Ik heb een kogel om mijn linkerschouder. Milt is verwijderd, klaplong. 22 mei 2010 zouden wij een ID ophalen. Die hadden ze gevonden. Na het ruimen van de ID, spullen opgepakt, zouden wij weer terug gaan verplaatsen. En tijdens het draaien, wegrijden, dat weet ik niet meer, van de plaat hebben we een tweede ID gepakt. Daar ben ik gewond geraakt. En vervolgens had ik hem niet meer gezien. En
ik wist ook niet hoe het met hem ging. En nou, de andere jongens die gewond waren. En Luc die gesneuveld was. Het is best wel heftig dat moment. En toen ik in Nederland was, dacht ik... Ik ga langs Roy. Dat is belangrijk voor hem, weet je wel. Je kunt hem graag weer zien. Ja, toen kwamen mijn vrienden langs. En ga ik mee wat drinken en dat wil ik ook wel graag. Dus... En ik stelde het maar uit. En toen doe ik volgende week wel, weet je wel. Want, nou, ik had van alles te doen. Ik ben uiteindelijk nooit meer gegaan. Want toen ik echt wilde gaan... Toen zei de jongens van de collega's... Zei, oh, maar hij zal het ziekenhuis uit. Je weet niet wat je te wachten staat op dat moment. Je gaat een beetje uit van het ergste. Misschien ook uit het stukje zelfbescherming. Nou, dat was in mijn geval. Je gaat voorlopig niet meer lopen. Nou, dat bleek ook. Nou, zo te zien, uiteindelijk is dat natuurlijk best wel goed gekomen. Ik mag in mijn handjes klappen hoe mijn hele revalidatie uiteindelijk ook gelopen is. Maar het is een lange weg. Hij heeft zo lang in het ziekenhuis gelegen. Zo erg een verwonding gehad. En ik als zijn buddy ben gewoon nooit langs gegaan. En dat, ik heb er zoveel spijt van. Daarom vind ik het ook zo mooi dat ik hem nu mee kan nemen. Om iets te doen voor hem ook. Dank je. Ga goed zo. Ja, ga door. Door. Kijk je hoofd hier. Ga aan. Hangen, gestrekte armen. Die eromheen. En nu ga ik heel langzaam naar beneden. Heel langzaam. En naar beneden. Ik word echt naar. Ik ga je helpen. Ja? Ik ga je helpen. 1 voet hier tegenaan. Rustig hangen aan gestrekte armen. Ja? Hou echt, als je me loslaat, jongen, dan ben je echt een shark. En nu rustig naar beneden. Ik ga je nu loslaten. Dus overpak. Ja. Die hand eronder. Ja, keurig. Zie je? Hartstikke goed. Heb je controle? Ja. Voel je het? Ja. Netjes. Jezus. Nou, ik ben helemaal gesloopt. Wat een dag. Ik heb mijn angst zo overwonnen, moet ik wel zeggen. Ik denk persoonlijk dat ik helemaal klaar ben voor die Viking Run 6 in oktober. Ik voelde me echt een enorme aansteller af en toe, maar ik heb het wel gedaan. Met het team. Nou, daar ben ik echt ontzettend dankbaar, het hele team. Dankjewel, heren. Ik zie jullie 16 oktober. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Like dit filmpje en abonneer op het YouTube-kanaal van de Landmacht. En dan zie ik jullie de volgende keer bij de run. Ajo!